Dankjewel, Marieke. En ik ben ook heel blij om jullie hier allemaal te zien in deze zaal, want het is vrijdagmiddag, het is bijna borreltijd en het is buiten ook nog 20 graden. Dus ik vind dat zeker eigenlijk een applausje voor jezelf verdient, dat jullie hier allemaal zijn. Ja, het is net al eigenlijk best wel goed uitgelegd. We gaan straks beginnen met de Science Live wetenschapsshow. Dit keer staat het helemaal in het teken van de transitiepsychiatrie. Daar gaan we het over hebben met een aantal hele bijzondere gasten. We krijgen straks een introductie van Therese van Amelsvoort. Al meer dan 10 jaar hoogleraar transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht. Zij leidt ook het transitiepsychiatriecentrum van GGZ Mondriaan. En zij richt zich daar vooral op kinderen en jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud. Daarnaast is ze al jarenlang een heel actief pleitbezorger voor het loslaten van de harde grens van 18 jaar, waardoor veel jongeren in de problemen komen. We zullen ook spreken met Karima Lamar, ervaringsdeskundige in de transitiepsychiatrie. En zij zal ons vandaag meer vertellen over haar ervaringen, hoe ze het behandeltraject beleefd heeft. En daarnaast studeert ze ook zelf psychologie. We zullen ook een korte presentatie krijgen van Rob Wiggers, van de Jonge Psychiater. Gepromoveerd aan King's College Londen op autisme bij volwassenen en heeft zich daarna gericht op de kinderpsychiatrie in Amsterdam bij GGZ in Geest. Werkt nu als psychiater en onderzoeker bij Amsterdam UMC bij NISU, een nieuwe polykliniek en kenniscentrum voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Die zullen we straks allemaal te horen krijgen, maar we gaan eerst beginnen met een polvraag. En ik wil jullie allemaal vragen om de QR-code te scannen die jullie in beeld zien. Want we willen natuurlijk wel even een goed beeld krijgen van wie we allemaal in de zaal hebben en wat jullie allemaal al weten. Ik wacht eventjes tot iedereen goed ingelogd is. Ik zie al veel mensen met hun telefoon, dat is een goed teken. En dan kunnen we denk ik bijna de eerste stelling in beeld gaan brengen. Die gaat namelijk over transitiepsychiatrie. En er zijn verschillende antwoorden mogelijk op de eerste vraag. De eerste is, daar heb ik nog nooit van gehoord. De tweede is, daar heb ik wel van gehoord, maar heb ik nog niet in de praktijk kunnen brengen. C is, daar heb ik van gehoord, maar daar geloof ik niet in. En de laatste is, dat ken ik en daar werk ik ook mee, of daar heb ik mee gewerkt. Nou, ik zie al dat dit laatste antwoord, veel mensen kennen het, hebben ermee gewerkt. Maar ook veel mensen die er wel van gehoord hebben, maar het nog niet in de praktijk hebben kunnen gebracht. Nou, dat is heel goed nieuws, want dan hebben jullie wat om naar te luisteren vandaag. Ik wil heel graag beginnen om Therese van Amelsvoort naar voren te vragen. Geef haar een warm applaus. Dankjewel, Sophie, voor de introductie. Ja. Inderdaad, transitiepsychiatrie doet me deugd dat heel veel mensen het kennen en ook veel mensen het in de praktijk hebben gebracht. Fijn, al kan het natuurlijk altijd beter. En ik hoop na mijn korte introductie en na de rest van de sessie dat ook gaat gebeuren. Het gaat inderdaad, wat onze voorzitter net al zei, het gaat eigenlijk over die overgang van de jeugd en naar de volwassenheid. Dus de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren zelf. Maar daarmee gepaardgaand ook de kloof, en daar komen de problemen, die onze maatschappij aangericht heeft, zeg maar, in het stelsel. En in dit geval ons vaksgebied, de jeugd GGZ en de volwassen GGZ. En dat komt eigenlijk door een kunstfout, doordat wij in de maatschappij het woord volwassenheid associëren met het 18 jaar worden. En dat is natuurlijk helemaal niet zo, want als je 18 wordt, ben je meerderjarig. Maar dat is iets heel anders dan dat je volwassen wordt. Volwassen worden is een proces en dat is iets als geestelijk en lichamelijk volgroeid zijn en in staat zijn om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. En dat gebeurt natuurlijk niet over één nacht ijs, met één verjaardag. En dat is per individu verschillend, per cultuur verschillend. En het is een proces dat gepaard gaat met verschillende stappen. Volwassenheid is iets heel anders. En waarom is het nou vooral in ons vakgebied zo schadelijk dat wij die knip aangezet hebben bij 18 jaar? Dat komt omdat die transitieleeftijd, ook wat onze voorzitter net al noemde, is juist een kwetsbare fase. En is de meest kwetsbare fase als het gaat om de ontwikkeling van psychopathologie. Juist in die fase heb je meer kans om psychische problemen te krijgen dan welke andere fase in het leven ook. En het merendeel van de psychische problemen ontstaat voor het 25e levensjaar.
En we weten ook dat de impact van psychische problemen gigantisch is. Ook als het gaat om de kosten en de gevolgen daarvan. Veel groter eigenlijk dan de somatische aandoeningen. En het trieste is eigenlijk dat juist het merendeel van de jongeren geen hulp krijgt. En ook als het gaat om preventie lopen we nog gigantisch achter vergeleken met de somatische stoornissen. En juist preventie moet je dus heel vroeg beginnen op jonge leeftijd. En als je dan een knip hebt in het zorgstelsel, dan werkt dat niet echt mee. Nou, dit laat al zien, dit plaatje, wat de gevolgen kunnen zijn van die psychische problemen. Het merendeel van mensen die een uitkering krijgen, hetzij een WAJONG, hetzij een bijstandsuitkering of ziektewetuitkering, is in de jonge categorie, dus de 18 tot 25-jarigen, is meer dan 80% op basis van psychische problemen. Dus veel meer dan andere levensfasen, waar het vaker komt door somatische problemen. Dus het geeft al aan dat die psychische problemen op die leeftijd gigantische gevolgen kunnen hebben. Het niet kunnen afmaken van je opleiding, niet kunnen vinden van een baan. En de gevolgen zijn dus levenslang soms. En uiteindelijk is ons zorgstelsel in deze fase eigenlijk het slechtst, het zwakst. En we hebben de hulpverlening, en daar is in de media natuurlijk de afgelopen tijd heel veel over te doen geweest. We hebben onze hulpverlening niet goed ingericht voor deze doelgroep. De zorg is moeilijk toegankelijk. Het sluit niet aan op de behoeften van de jongeren. De jongeren worden vaak niet meegenomen. Ervaren het als dat ze in een protocol geduwd worden, dat ze een nummer zijn, dat er over ze beslist wordt en dat ze niet zelf een stem hebben. Dus we moeten echt die toegang tot de hulp voor deze doelgroep verbeteren. En ook daarbij hoort geen discontinuïteit bij 18 jaar. En de jongeren zelf betrekken als we die hulpverlening zo inrichten. We hebben zelf kwalitatief onderzoek gedaan en jongeren gevraagd welke drempels ze ervaren. Dat is geleid door Sophie Leidersdorf. En als je dat kan je eigenlijk onderverdelen in drie blokken. Allereerst is de eerste stap het vragen van hulp. En dat als hulpverlener, als iemand bij jou op intake komt, realiseer je soms niet dat zo iemand al 3 jaar lang zeg maar moed heeft verzameld om die eerste stap te zetten. Maar het vragen van hulp is een enorme drempel. De jongeren ervaren vaak veel schaamte, onbegrip uit hun omgeving, maar hebben ook het gevoel van er zijn mensen die veel grotere problemen hebben, ik verdien het niet hulp. Dus het is een hele hoge drempel. En dan is er de onduidelijkheid over het systeem. Iets waar ik zelf de afgelopen tijd achter ben gekomen is hoe moeilijk het is om de weg te vinden. Bijvoorbeeld het feit dat je om dat je eerst naar de huisarts moet, dat weet niet iedereen. Of dat je hoe de weg is naar welke organisatie je moet in een bepaalde plaats. En zeker studenten die vaak verhuizen en dan in een hele andere omgeving komen, die hebben geen idee wat de route is naar hulpverlening. En dan als je eindelijk na 3 jaar lang moed hebt verzameld om die eerste stap te zetten en het eerste wat je te horen krijgt is, we hebben een jaar wachttijd, dan is dat momentum ook voorbij. Dan hebben ze eindelijk het lef gehad en dan is het te laat. Dat helpt ook niet. En dan de kosten. Veel jongeren ervaren de eigen bijdrage na 18 jaar als een drempel. En niet alleen dat, maar ook dat als bijvoorbeeld de ouders de ziektekostenverzekering bepaalt, dat dan op de rekening bijvoorbeeld duidelijk wordt dat die jongeren hulp gevraagd heeft bij de GGZ. En niet alle jongeren willen dat de ouders dat weten. Nou, dan zijn ze eenmaal binnen, hebben ze de intake gehad en dan worden ze geconfronteerd met wisselende hulpverleners en rondcirculeren in een organisatie, want het is toch een ander programma wat beter bij ze past, of een hulpverlener die weer weggaat of op zwangerschapsverlof. En heel veel discontinuïteit in zo'n organisatie, weer een keer het verhaal vertellen voor de zoveelste keer, daar zijn ze ook niet blij mee. Dit zijn sommige uitspraken van de jongeren tijdens dat kwalitatief onderzoek die de jongeren genoemd hebben. Dat spreekt voor zich, denk ik. Nou, die kloof tussen de jeugd-GGZ en de volwassen-GGZ is niet uniek voor Nederland natuurlijk. Dat speelt over de hele, in heel Europa, maar de hele wereld speelt dat. En in Engeland is er een psychiater geweest, Swaran Singh, die daar onderzoek naar gedaan heeft van hoe wordt dat nou ervaren, die overgang van jeugd naar volwassen-GGZ. En dat is dan toch vaak een administratieve aangelegenheid, wat met een weinig extra tijd als onprettig en slecht ervaren wordt. En hij heeft een aantal jaren geleden een subsidie gekregen, het Miles van Horizon Europa, of FP7 was het toen nog, het Milestone-onderzoek.
En daarin zijn diverse landen is onderzocht hoe die overgang van jongeren die 17 waren en in de jeugd GGZ zaten naar de volwassen GGZ ging. Nou, Nederland heeft vooral het Erasmus MC en Julius, Gwen Dieleman en Swaran Singh waren hier vooral de kartrekkers aan meegedaan. En in totaal, Mondriaan heeft er wel ook aan de zijdelings aan meegedaan, zijn er 763 jongeren in Europa onderzocht. En er zijn inmiddels de afgelopen jaren diverse publicaties gepubliceerd. En een paar hoofdconclusies zijn dat in ieder geval niet iedereen na hun 18e jaar ook specialistische GGZ nodig heeft. Dus daarbij is echt een boodschap: voordat iemand 18 wordt, begin tijdig aan het gesprek en het inventariseren wat iemand nodig heeft na het 18e. Want sommige jongeren kunnen inderdaad terecht in het sociaal domein of hebben genoeg aan huisartsenhulpverlening. Dus het is heel goed om van tevoren goed na te denken wat zo iemand nodig heeft en niet klakkeloos naar de volwassen GGZ door te verwijzen. Maar diegenen die het wel nodig hebben, en dat zijn dan toch vaak mensen met psychotische stoornis of persoonlijkheidsproblematiek, die komen onvoldoende aan in de volwassen GGZ. Die vallen heel vaak toch in het gat daartussen. Dus dat is wel echt zorgelijk. En wat ook bleek, is dat er toch, want de ouders en de hulpverleners zijn ook onderzocht in dit onderzoek, is dat bijvoorbeeld het hebben van suïcidale gedachten toch vaak onbekend is bij zowel de ouders als de hulpverleners. En dat is ook mijn ervaring met jongeren, dat ze toch vaak het makkelijker erover praten met jongeren van hun eigen leeftijd dan met bijvoorbeeld ouders of hulpverleners of onderwijzers op school. Wij hebben het stukje kwalitatief onderzoek in het Milestone-onderzoek gedaan. En de jongeren uit verschillende landen, ook Nederland, maar ook Ierland, Engeland en Kroatië, ondervraagd hoe zij de overgang ervaren hebben van volwassen GGZ, van jeugd GGZ naar volwassen GGZ. Dus dit zijn de jongeren die wel naar de volwassen GGZ zijn verwezen. En die waren niet echt positief. En die zeiden dus eigenlijk van dat ze vonden dat de volwassen GGZ te hoge verwachtingen van ze had ten aanzien van de autonomie. Dat ze, ook de jongeren zelf, het niet prettig vonden dat de familie van de een op de andere dag volledig buitengesloten werd. Dat de volwassen GGZ toch wel een slecht imago had en dat ze zich niet welkom voelden. Ze ervoeren het hele proces als te weinig voorbereiding en een abrupte overgang met weinig communicatie tussen de jeugd en de volwassen GGZ. En hun advies was ook heel duidelijk: doe dit zorgvuldiger en ontwikkel gewoon een adolescenten- of transitieteam op. Het anders is dat natuurlijk als we kijken naar de instrumenten die we gebruiken, zowel de diagnostiek als de meetinstrumenten, dat daar ook gewoon een discontinuïteit in zit. In de jeugd GGZ worden andere diagnostische instrumenten gebruikt als in de volwassen GGZ. Dat sluit ook helemaal niet op elkaar aan. Een aantal jaar geleden heeft de groep van Pat McGorry, die natuurlijk ook grote pioniers zijn wereldwijd op dit gebied, onderzoek of een review geschreven en die hebben gekeken naar 29 uitkomstmaten in deze levensfase. En die vonden dat er geen één specifiek was voor jongeren tussen de 12 en 25. Dus de boodschap: dringend behoefte aan nieuwe meetinstrumenten. Nou zijn wij nu in Europa bezig met een nieuw onderzoek, het UGEMS, dus een Horizon onderzoek, waarbij we dus jongeren tussen de 12 en 25 jaar longitudinaal gaan opvolgen en waarbij we dus ook een transdiagnostische tool gaan ontwikkelen en we ook dit review nu aan het updaten zijn. Nou, andere oplossingen, andere dingen die we nu kunnen doen om zeg maar een beetje die kloof te overbruggen en de hulpverlening voor de jongeren beter in te richten. Nou, de organisatorische transitie, daar heeft het Milestone dus vooral naar gekeken. Die hebben een soort instrument ontwikkeld en het is dan wel weer een instrument erbij, weer een vragenlijst. Om te kijken of je dat zorgvuldiger kunt doen. Afgelopen 2 jaar heeft de Federatie Medisch Specialisten een soort praktijkstandaard transitiezorg opgesteld, waarbij diverse medisch specialisten, de huisartsen, wij dus ook de psychiatrie, maar ook de zorgverzekeraar bij betrokken zijn. Dus die praktijkstandaard is nu beschikbaar via het internet, richtlijnen.nl. En Anneloes van Sta, lector transitiezorg in Rotterdam, zij heeft al heel lang geleden een hele tool voor jongeren, verwijzers en ouderen opgericht op eigenbenen.nu. En die is heel makkelijk en heel praktisch, ook voor jongeren heel toegankelijk. Nou, natuurlijk, je kunt de grens loslaten. Dat is inderdaad iets waar ik al jaren op blijf hameren. Bijvoorbeeld door middel van transitieteams en de toegang tot hulp verbeteren met
informele initiatieven zoals het EASE. Nou, het EASE natuurlijk, ga ik het hier niet verder over hebben. Dat is eergisteren al uitgebreid aan bod geweest in andere symposia. Ja, transitieteam in Mondriaan. We bestaan nu 6 jaar, maar de voorloper daarvan was bij Firenze. Dus uiteindelijk bestaan we als team al 10 jaar. En de kracht van het team is natuurlijk dat de continuïteit gegarandeerd wordt bij 18 jaar. Maar ook de bundeling van de expertise. Dus je hebt zowel de bundeling van de expertise van de jeugd GGZ als de volwassen GGZ in 1 team. En daar leer je enorm veel van elkaar. Want je hebt toch een hele andere blik, een hele andere manier van kijken naar problematiek. Dus die kracht van die cultuurverschillen is echt versterkend. Wij leveren toch echt zorg op maat. We hebben een holistische benadering. Transdiagnostisch gaan we te werk. En ja, kijken toch wat op dat moment de patiënt nodig heeft. En waar het behoefte aan heeft. Het vraagt ook flexibiliteit. Want als je bijvoorbeeld een student in zorg hebt die een week voor je afspraak zegt van nou, ik ga nu 3 maanden naar Berlijn en doei. En een half jaar later zegt, oh, ik ben weer terug. Dan moet je daar als organisatie flexibel op inspelen en mee omgaan. En wij doen eigenlijk een beetje van alles. Dus alle DSM-classificaties komen voorbij. We doen ook alle soorten behandelingen. En als het echt super specialistisch wordt, doen we co-behandeling. Dus als bijvoorbeeld iemand een extra exposure-therapie nodig heeft, dan krijgt PsyQ-behandelaar als co-behandeling, komt dan bij het team. Dus zo kunnen we zeg maar een heel breed palet aanbieden, maar wel gericht rondom de levensfase van die jongeren. We hebben vorig jaar de top GGZ-erkenning gekregen als eerste transitieteam in Nederland. En we screenen eigenlijk bijna iedereen aan de voordeur op bijzondere ervaringen, dus bijzondere psychotische klachten en op trauma. Want dat zijn toch wel allebei symptomen die heel, heel prominent en heel frequent bij deze levensfase voorkomen. Als rode draad wat we zien is dat het vooral heel vaak ongedifferentieerd is. En dat soms mensen ja, meerdere stoornissen, merendeel heeft meer dan 1 DSM-classificatie. Dus er speelt heel veel tegelijkertijd. En dan is de kunst, wat heeft nu de prioriteit? En waar gaan we nu aandacht aan besteden? En dat kan dus ook heel dynamisch wisselen. Suïcidaliteit is een rode draad. Heel veel jongeren in deze levensfase hebben suïcidale gedachten. Existentiële problematiek, een worsteling met de identiteit. En het is een dynamische levensfase, heel veel crisisgevoeligheid. Dus dat is iets waar je als team dan gewoon op in moet spelen. We doen ook onderzoek, dat hoort ook bij Top GGZ, maar ook gezien we gekoppeld zijn aan de Universiteit van Maastricht, diverse onderzoeken. We zijn nu bezig met Groene GGZ, samen met jongeren buiten interventies aan het opzetten. En één voorbeeld van een studie die we net hebben afgerond is de selfie-studie. Dat is een self-management app waarbij jongeren met behulp van een app die gewoon gedownload kan worden op de telefoon. Met een soort hele lichte begeleiding van een behandelaar. Elementen van de cognitieve gedragstherapie het zelfbeeld kunnen verhogen. En dit was dus transdiagnostisch, maar jongeren met een traumatische ervaring en laag zelfbeeld. En na een interventie en na follow-up van 6 maanden was dit verbeterd, het zelfbeeld. En dat is eind vorig jaar gepubliceerd in JAMA Psychiatry. En ook de kwaliteit van leven was verbeterd. En hopelijk kunnen we dit nu breder uit gaan rollen, als we financiering krijgen. Dus samenvattend, ik heb geen idee hoe ik met de tijd zit, maar ik denk dat ik er wel zo ongeveer aan ben. Is eigenlijk mijn boodschap dat je altijd de jongeren betrekt in deze levensfase bij de inrichting van de hulpverlening. En dat je realiseert dat de meeste jongeren met klachten geen hulp krijgen. En ook het domein overstijgende werken, dat doen wij dus ook binnen ons team. Dat we heel veel samenwerken met bijvoorbeeld de WMO of andere ondersteunende studentenpsychologen. Om zo toch multidisciplinair jongeren met diverse complexe problemen goed te kunnen begeleiden. En ook ja, besef hoe moeilijk het hulpvragen is, dat als zo iemand komt, dat de weg ernaartoe, die wij dan niet zien in de spreekkamer, dat die heel moeilijk geweest is.
Op dit moment vinden er ook in Europa, op het gebied van opleiding, want ik denk ook dat opleiding aandacht aan transitiepsychiatrie zou moeten besteden. In Europa wordt er nu een curriculum gemaakt waarbij de EPA zeg maar dat coördineert, onder leiding van Geert Dom, die nu de voorzitter is van de EPA, de European Psychiatric Association. En in het Anglo-Saxische deel van Europa, Mary Cannon is daar een beetje de kartrekker van, wordt youth psychiatry als een subspecialiteit nu zeg maar ontwikkeld. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Er is vragen, ik begrijp, ik mag niet vragen en ik moet volgens mij gelijk aan tafel gaan zitten. Klopt dat? Dat klopt helemaal, ja. Dus maar bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel Therese en welkom hier aan tafel. En ik wil meteen vragen of Karima Lamar ook bij ons wil komen zitten. Ervaringsdeskundige in de transitiepsychiatrie. Geef haar ook een warm applaus. Ja, je hebt veel verteld, Therese. Ook wel veel schokkende dingen, vind ik zelf. Bijvoorbeeld dat heel veel hulpklachten van de jongeren, dat het heel moeilijk is om ze te bereiken. Dus Karima, ik ben heel benieuwd. Kun je ons even mee terugnemen naar het moment dat jij dacht, ik heb hulp nodig? En wat je toen gedaan hebt? Ja, het moment dat ik me realiseerde, oh, ik heb hulp nodig, was eigenlijk pas nadat ik op YouTube filmpjes had gezien over mentale gezondheid. Het was eigenlijk een ervaringsverhaal van iemand anders met een angststoornis. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh, dit voelt voor mij eigenlijk gewoon heel normaal. Ik herken me hierin. Moet ik daar iets mee? Dat wist ik totaal niet. Ik had dat ook niet vanuit mijn omgeving meegekregen. Je had het helemaal niet verwacht eigenlijk? Nee. Nee, dus toen heb ik dat even laten bezinken en ben ik voor mezelf gaan kijken van oké, ik herken me in een ander. En welke voorbeelden kan ik bij mezelf vinden? En zo ben ik eigenlijk meer via school de weg naar zorg gaan zoeken. En op school hebben ze me daar heel erg bij geholpen. En gezegd, oké, je kunt, was ik bij een maatschappelijk werkster. En zij adviseerde om naar een huisarts te gaan en zo een verwijzing te vragen. Maar dat is wat sneller gelopen, omdat ik ook in crisis raakte. Ja, en toen was je 17 geloof ik, hè, toen je bij de huisarts kwam? Ja, ik was 17 toen ik bij de huisarts kwam en net 18 toen ik bij de GGZ in zorg kwam. Dus ik heb zelf geen last gehad van de knip of de overgang. Ik had een beetje geluk gehad, want oh, je bent 18, dan is het wat makkelijker. Makkelijker om in de transitiepsychiatrie te zitten? Ja, maar mijn huisarts was gelukkig, de verwijzing is meer via de crisisdienst gegaan van Mondriaan. En die waren natuurlijk al op de hoogte dat transitiepsychiatrie bestaat. Dus ook als ik 16 was geweest, was ik daar waarschijnlijk binnengekomen. Ja, Therese, heeft Karima daarin misschien geluk gehad dat er die kennis was over een transitiepsychiatrie en dat dat team beschikbaar was? Ja, ik denk op het moment dat ze 18 is, dan is het geregeld. Maar dan nog, de zorg voor 18 is niet automatisch ingericht voor die levensfase. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk, maar als iemand 17,5 is en dan is er een verwijzing en je ligt op een stapel. Tegen de tijd dat je aan de beurt bent en 18 bent, dan. Dan kan je ook zomaar in het volwassen vak terechtkomen. Precies. Ja. En ik hoorde ook Therese heel veel vertellen over de moeite om een hulpvraag te doen en schaamte. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, absoluut. Want vanuit mijn thuisomgeving hebben we nooit gesproken over mentale gezondheid en emoties. En mijn moeder heeft wel op de achtergrond moeite gehad met haar mentale gezondheid en ook in depressie gezeten voordat ik geboren was. En voor mijn vader was mentale gezondheid echt compleet onbekend terrein. Dus hij wist daar helemaal niks over. Hij snapte ook niet dat ik een psycholoog nodig had. En hij zei van, ja, je kunt toch ook met mij praten. Dus voor mij was die drempel onwijs hoog. Ja. Ook om mijn ouders ook bij zorg te betrekken. Dat er gewoon een bepaalde afstand was. En Therese, het is wel interessant om te horen dat uiteindelijk via YouTube toch dat kwartje is gevallen. Is dat ook iets, want je zei ook, hè, die kloof is heel groot tussen de behandelaren en school en de jongeren. Is dat ook iets wat jullie vaker zien? Ja, absoluut. Het is toch, jongeren herkennen zich dan in verhalen van anderen en dat zijn dan toch leeftijdsgenoten. Ja. Als een volwassene of een ouder of een schooljuf iets zegt, dan ja, de peers, wat de peers ervan vinden en de invloed van peers is in deze levensfase zo belangrijk. Dus ja, dat het op internet, via internet gaat, verbaast mij niet. Nee. En kun jij misschien nog iets meer vertellen over, had je een bepaalde verwachting van de zorg die je kreeg? Dacht je van, mensen gaan nu bepalen wat ik heb en hoe ik behandeld moet worden? En,
De eerste keer echt totaal niet, want ik ben 2 keer in zorg gekomen bij transitiepsychiatrie. De eerste keer toen ik 18 was en de tweede keer toen ik 20 was. Dat was na corona. En de eerste keer had ik totaal geen verwachtingen, want ik had er zelf ook helemaal niks over gehoord. In mijn omgeving was er niet echt iemand die in zorg ging. De tweede keer, toen ik 20 was, wist ik al een beetje hoe de weg naar zorg, hoe ik die kon vinden. Dus ik had zelf mijn huisarts gebeld, zelf om een verwijzing gevraagd. Ook precies naar transitiepsychiatrie. En zo ben ik weer binnengekomen en toen wist ik al een beetje hoe het ging. Alleen zat ik zelf in een andere fase. De eerste keer toen ik bij het transitieteam kwam en de tweede keer. Ondanks dat ik 18 was, toen ik binnenkwam en daarna 20, was er wel een verschil in mijn ontwikkeling op dat punt. Want toen ik 18 was, was ik nog niet in staat om te zien, of had ik nog niet het inzicht dat er sprake was van een traumatische ervaring. Ik omschreef het altijd als maar een nare ervaring. En toen ik 20 was, had ik wat puzzeltjes bij elkaar kunnen leggen en wist ik van, oh, er is wel sprake van een traumatische ervaring. En ik heb er ook echt last van in mijn dagelijks leven. En toen ik de eerste keer in zorg kwam, toen volgde ik gewoon degene die tegenover mij zat. Dus dat was in mijn geval de psycholoog. En als zij aangaf van, oh ja, vind je het oké als we deze behandeling of deze approach nu gaan aannemen? Zei ik gewoon ja. Want ik stond ook niet echt in verbinding met mezelf. Dus en jij had wel eigenlijk die 2 jaar nodig om zelf ook een beetje die regie te krijgen. Ja, precies. En die heb ik dan ook toen ik 20 was zelf kunnen nemen. Maar aan de andere kant heeft transitiepsychiatrie me ook wel die ruimte kunnen geven. Dus het is een combinatie van zelf die regie kunnen en durven nemen en een beetje verbinding staan met jezelf. Maar ook die ruimte krijgen van het team en degene die tegenover je zit. Hoe luister jij daarnaar, Therese? Ja, het klopt. Ik vind zeker. Zo is het inderdaad gegaan. Ja. Zo is het gegaan. Ja. En het kan dus ook zijn dat iemand op zijn 18e misschien nog niet helemaal in staat is om dat helemaal aan te kunnen, ook die verantwoordelijkheid. Nou, kijk, en dat is natuurlijk een beetje, wij als behandelaar kunnen dan dingen zien en denken, oh, en adviseren, we gaan nu dit en dit doen, want dit is wat er aan de hand is. En wij denken dat dit en dit moet gebeuren. Maar zo iemand is er misschien nog niet aan toe en heeft wat meer tijd nodig. En dat kan ook een uitkomst zijn. En dat kan dan ook een uitkomst zijn. En dan kan het soms beter zijn van, nou oké, nu even niet, pas op de plaats. En dan kan zo iemand dan weer terugkomen. Ja. En dat is een beetje het verhaal wat jij schetst. En jij noemde net een transitieteam. Kun je eens vertellen wat voor mensen daar allemaal in zaten of hoe dat ging? Verschillende mensen. Maar er waren ook echt verschillende takken van zorg betrokken. Want ik begon bij de crisisdienst, dus bij de spoedeisende psychiatrie. En daar werd wel duidelijk van, oh, je hebt nu wel behandeling nodig en we moeten nu iets gaan starten voor jou. Terwijl het transitieteam nog, daar was mijn aanmelding nog aan het lopen. Dus bij de crisisdienst is al wel behandeling bij mij gestart. Toen kwam de transitieteam, werd betrokken en die kwam aan de lead. En eigenlijk is al mijn behandeling wat al gestart was, is gewoon door kunnen gaan. Oké, ondanks dus niet te veranderen van therapieën omdat je nu in een ander team zat? Nee. Is dat ook iets wat specifiek inherent is aan die transitie? Ja, in principe zoveel mogelijk continuïteit, ook van behandelaar. Dus geen wisselingen. Dat is wel heel prettig, denk ik. Precies. En zijn er nog dingen, verbeterpunten misschien? Wat ik wel... Tuurlijk. Snel. Sorry. waar ik aan denk is, ik vind het heel belangrijk als iemand dan binnenkomt en iemand zoals ik, die nog niet in verbinding met zichzelf staat, dat je probeert die DSM-classificaties vooral los te laten. En niet alleen te kijken naar wat zijn de symptomen, want dat is vrij oppervlakkig. Neem vooral die context mee en geef iemand de tijd om wat meer over zijn context en zijn sociale achtergrond en zijn ervaringen te delen. Omdat je vanuit daar bij de kern kan komen. En als je bij de kern komt, kun je ook passende behandeling inzetten. Ja, is dat ook wat jij adviseert om anders om te gaan met de DSM? Ja. Nou, dat proberen wij wel. Wij proberen te manoeuvreren tussen de wettelijke kaders en de eisen die er aan ons gesteld worden. Maar daarin de ruimte zoveel mogelijk te nemen door in de praktijk die DSM wel zoveel mogelijk los te laten. Ja, en de eerste keer toen ik bij het transitieteam binnenkwam, had ik dat een beetje gemist. Maar ik kon dat zelf ook niet uitspreken, dus dat is iets van 2 kanten. En de tweede keer kon dat wel. En toen is er ook gewoon heel goed naar geluisterd en is er wel heel goed naar mijn context geluisterd en daar vooral op ingezoomd. En dan is de DSM vooral losgelaten. Ja. Ik denk dat we doorgaan naar de volgende polvraag. Dus het wordt weer tijd allemaal om jullie telefoon erbij te pakken. En dit keer kunnen jullie uit 4 keuzes wederom kiezen.
De eerste is, ik vraag me af of deze aanpak voor iedere leeftijdscategorie geschikt is. B, ik vraag me af of dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van specifieke specialistische behandelingen. C, deze aanpak lijkt me absoluut geschikt voor de hele GGZ. Of A en B. Dus we gaan eventjes kijken of het al in beeld komt. Of we een beetje kunnen zien wat mensen gaan stemmen. Misschien tussendoor toch nog even een vraag over die specialistische zorg. Hè. Is er ook een moment dat het transitieteam iemand inroept om te zeggen, we gaan nu een hele specifieke behandeling in en we laten misschien een deel los? Ja, oh zeker, zeker. En zeker als we extra expertise nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van verslavingszorg. Ja. Als want wat ik net ook al zei, er spelen vaak meerdere dingen. Dan vragen we collega's van de verslavingszorg om mede te behandelen. En als het zo ernstig is dat iemand bijvoorbeeld opgenomen moet worden, dan gaat iemand tijdelijk over naar de verslavingszorg. En bijvoorbeeld ook als iemand opgenomen moet worden, als iemand in crisis raakt en er is een klinische opname nodig, dan kan iemand ook tijdelijk gewoon opgenomen worden. En het fijne is dat we zowel met de jeugd GGZ als met de volwassen GGZ daar de contacten hebben. Dus afhankelijk van iemands ontwikkeling en behoefte en ook de context, of iemand thuis woont of niet, kan zo iemand dan in de jeugd GGZ of op de volwassen GGZ opgenomen worden. Dus dat is individueel verschillend. Dus we werken zo met alle partijen binnen de organisatie samen. Om zeg maar toch een soort optimaal pakket te kunnen aanbieden die aansluit bij de behoefte op dat moment of wat er nodig is op dat moment. Want het is natuurlijk wisselend. Ja, ja. Ik krijg een beetje de indruk dat het toverwoord misschien gewoon flexibiliteit is. Ja, ja. Nou ja, dat is wel een toverwoord. Ja, 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 ja. Ik kijk even naar de uitslag. Ga ik even langs jou heen kijken. Ik zie dat heel veel mensen op C gestemd hebben. Absoluut geschikt voor de gehele GGZ. Maar toch ook nog wel wat mensen die zich een beetje zorgen maken over de leeftijdscategorieën en over of het niet ten koste gaat van andere behandelingen. Laten we die vragen straks verder beantwoorden, want dat gaan we samen doen met Rob Wiggers van de Jonge Psychiater. Die gaat ons een presentatie geven. Zoals gezegd is hij psychiater en onderzoeker bij Amsterdam UNC, bij N is You, een nieuwe polykliniek en kenniscentrum voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen. En hij gaat ons iets vertellen over het betrekken van het sociale domein. Geef hem ook een warm applaus. Dankjewel. Ja, ik ben Rob Wiggers, ik ben kinderpsychiater. Even kijken of hij het doet. Ja. Ik zie veelal kinderen met ontwikkelingsproblemen. En een van de dingen die me vaak opvalt eigenlijk is dat de impact van de omgeving, of eigenlijk specifiek de schoolomgeving, grote invloed heeft op het ontwikkelen van psychopathologie bij kinderen met ontwikkelingsproblemen. Denk aan moeite met wederkerigheid op school of faalangst. Daar ontstaan vaak veel problemen. En ik wil je eigenlijk laten zien hoe wij proberen te begrijpen wat voor impact die omgeving op kinderen kan hebben. En ik wil een voorbeeld geven. Dit is Tim. Tim is 13 jaar. Het gaat redelijk goed met hem. Hij kan zich niet altijd heel goed concentreren. Maar hij gaat naar het VMBO. Hij voetbalt graag. Hij gaat naar judo. En dan gebeurt er iets in zijn omgeving. Er is inflatie en zijn ouders hebben stress. En Tim die merkt dat. En die kan zich iets minder goed focussen eigenlijk daardoor. En dan gebeurt er nog iets meer. De temperatuurkraan gaat omlaag in zijn huis. En daardoor krijgt hij het koud. En hij kan zich nog minder goed concentreren. En hij gaat veel op zijn telefoon zitten. En het gaat minder goed met hem. Hij wordt verwezen naar de GGZ. Daar is hij aan het wachten. En ondertussen valt hij uit op school. En hij kan niet meer naar de judo, want er is geen geld meer voor. En hij speelt niet meer met zijn vriendjes, want hij schaamt zich eigenlijk. Ondertussen is hij aangekomen bij de GGZ en daar krijgt hij een diagnose, ADHD met sociale angstklachten. En de vraag is een beetje, wat bepaalt nou zijn stoornis, zijn klassificatie? Wordt dat bepaald door zijn milde biologische kwetsbaarheid? Of zijn het die andere factoren die daar een grote rol in kunnen hebben? En zijn we goed genoeg om die factoren op dit moment in kaart te brengen? Nou, ik denk dat niet zo is en dat we daar beter in kunnen worden. En als we dat beter kunnen, dan kunnen we wellicht Tim ook vanuit de hele context wat beter misschien helpen. En ik ben op dit moment bezig eigenlijk met twee projecten om dat te bekijken, om dat in kaart te brengen.
Om ervoor te zorgen dat hij weer kan voetballen bijvoorbeeld met zijn vriendjes. Aan de ene zijde zijn we met CBS microdata aan het kijken of we kinderen die voortijdig school verlaten in kaart kunnen brengen wat hun demografische factoren zijn. Zodat we kunnen kijken bij wie de zorg bijvoorbeeld terecht moet komen. En anderzijds zijn we bezig om het directe gedrag en met real world data, met een app, kinderen de hele dag te kunnen volgen. Met een app om te kijken hoe verandert hun telefoongedrag over de dag. Nou, het eerste voorbeeld, we zijn dus aan het kijken naar kinderen die voortijdig school verlaten. Dus die eigenlijk, vooral die transitieleeftijd, zonder diploma de volwassenheid ingaan. Wat een grote factor is voor het ontwikkelen van psychopathologie of huwelijksproblemen of andere problemen. Wat voor profielen hebben kinderen nou die voortijdig school verlaten? Daar zijn we aan het kijken naar bijvoorbeeld wat voor school gaan die kinderen naartoe. Waar wonen ze? Wat voor omgeving wonen ze? Wat zijn de inkomsten van ouders? En wat voor herkomst hebben die kinderen? Nou, dan zijn we bezig met een project om gedrag te meten in de schoolomgeving. Dus een app, BeHap, die door Groningen is ontwikkeld. Rijksuniversiteit Groningen. Dat is een app die aan de ene kant de hele dag je stemming door vragen kan meten met Ecological Momentary Assessment. Maar daarnaast ook heel veel passieve data kan meten. Dus allerlei data die je telefoon eigenlijk al bijhoudt. Hè? Hoeveel beweeg je, hoe vaak kijk je op je scherm, wat voor apps gebruik je, hoe vaak zit je op social media of op nieuwsapps, kan die de hele dag bijhouden. En wij willen eigenlijk kijken naar kinderen aan het begin van het schooljaar, totdat ze uitvallen, totdat ze zijn uitgevallen, en kijken of we veranderingen zien in die gedragsprofielen van die kinderen, om zo beter te begrijpen wat er nou in de real world bij die kinderen gebeurt. Nou, dat zijn twee voorbeelden. Waarschijnlijk is het complexer. Zijn er nog veel meer factoren? Is het echt niet alleen die schoolomgeving die kan maken dat Tim klachten kan ontwikkelen? Maar we doen dit. We kijken er ook vanuit onze plek waar ik werk breder naar. Dit is de donutpsychiatrie. Is net een boek geschreven door Hilga Bruining, waar we mee werken. En we gaan proberen met dit model te werken om zo eigenlijk het hele beeld van een kind in kaart te brengen. Om eigenlijk ervoor te zorgen, dan moeten we nou een kind veroordelen en zeggen, dit is je diagnose. Of moeten we kijken, hoe kunnen we een ontwikkeling creëren waar kinderen duurzaam en veilig zich kunnen ontwikkelen. En we denken dat het belangrijk is dat we de biologie daarin goed meenemen. We denken dat het belangrijk is dat we die sociale basis goed snappen. Maar dat we ook die hele omgeving daaromheen goed begrijpen. Zodat we precies snappen, in welke omgeving kan een kind tot bloei komen. Nou, en we doen het samen met allerlei andere partijen. Dus ik wil jullie danken voor je tijd. Dankjewel Rob. Kom bij ons aan tafel zitten. Een helder verhaal. Ik moet wel zeggen, het lijkt me wel intens om de hele dag gevolgd te worden via je telefoon. Ja, maar dat gebeurt eigenlijk al volgens mij. Ja, dus, alleen dan niet door psychiaters. Nee, precies. Nee, dat is inderdaad, de vraag is, gaan ze het doen? En ik weet niet, zou jij het doen, ja. Prima? Als je dit onderzoek hoort? Zou ik het doen? Ja, als ik weet wat het me zou opleveren en ook wat meer informatie krijg, dan ja, absoluut. En als je dan zelf een beetje de regie in zou kunnen krijgen van, oh ja, het is heel flexibel als je besluit om ergens te willen stoppen, dan is die mogelijkheid er, dan ja, absoluut. Ja? Ja? Is die mogelijkheid er ook? Zeker, nee, absoluut. Ja. Ja, ik denk uiteindelijk wil je ook verder en niet alleen dat wij kunnen begrijpen hoe het gedrag verandert, maar dat die jongeren zelf aan de hand daarvan van hun eigenaar zijn van hun eigen data en kunnen zien wat verandert er aan mij en hoe kan ik daar zelf juist inzicht in krijgen. Ja, dat betrekken van het sociale domein is belangrijk om de patiënt misschien beter te begrijpen. Therese, doen jullie dat ook in het transitieteam? Ja. Nou ja, ja. Dat onderzoek wat ik liet zien, die selfie-app, deed dat ook. Hè. Dat was met ESM ook inderdaad dat de deelnemers zelf in een dagboek konden zien hoe het ging met ze aan de hand van oefeningen. En ook in de context waar ze zijn, een soort meerdere dagboekmomenten die via de telefoon in hun eigen app gewoon in te lezen zijn. Ja. Ja, heb jij ook zoiets gedaan in je behandeltraject? Nee, ik heb hier niet aan meegedaan. Ik was wel gevraagd voor de selfie-studie. Alleen speelden daar toen al zoveel dingetjes dat ze zeiden van nee, we gaan je dan nu niet mee belasten. Ja. Maar ik heb wel steeds door zelf in mijn agenda, zelf mijn stemming een beetje bij te houden,
En dat te koppelen aan, oké, hoe zag mijn dag eruit en hoe voelde ik me die dag? Dat geeft wel al heel veel inzicht van, oh ja, toen voelde ik me niet lekker, oh, dat zou daaraan kunnen liggen. Of ik ben gewoon te druk bezig geweest die dag. Dan sta je soms niet bij stil, maar met zo'n app zou je daar gewoon bij stil kunnen staan. En eerder kunnen zeggen van, oké, dan pas ik mijn dagen aan. Dan herstel je ook wat sneller. Ja, dus dat heeft ook invloed op hoe je goed je behandeling werkt eigenlijk. Ja, zeker. En is bij jou ook je omgeving betrokken bij de behandeling? Ja, bij mij is dat best wel... het is altijd een overleg met mij gegaan. En ik heb daar in het begin heel veel moeite mee gehad. In het begin zei ik van nee, betrek mijn omgeving daar alsjeblieft niet bij. Want dat gaf me alleen maar wat meer stress en spanning. En op een gegeven moment, toen ik wat meer aan mezelf had gewerkt, meer verbinding had met mezelf. Want er moest eerst gewoon wat ruimte zijn voor mij en voor mij alleen. En daar was ook heel veel begrip voor. En daarna zijn we samen, hebben we vooral mijn moeder erbij betrokken. En op een gegeven moment ook mijn vader. En wat Therese net had verteld over, als een klinische opname nodig is, dan kunnen we dat inzetten. Ja. En afhankelijk, transitieteam werkt natuurlijk met jeugd, GGZ en zowel volwassenen. En bij mij was het ook een overleg van, ik moest in opname op een gegeven moment. En er was ook bij mij een overleg van, wat past nou bij Crima op dit moment? Heb je de kliniek van de volwassenen nodig? Of past misschien kind en jeugd beter bij jou? Omdat ik nog in die leeftijdscategorie viel daarvoor. Mm-hmm. En toen hadden we zoiets van, eigenlijk is het toch wel goed om te leren om een systeem daarbij te gaan betrekken. Dus hebben we ook de keuze gemaakt om voor de kind en jeugd kliniek te gaan. Ja. En vond je dat uiteindelijk waardevol om ook je ouders bij het plan te betrekken? Ja, eigenlijk wel, want het gaf mij een beetje het inzicht. Mijn vader is heel erg anders dan mijn moeder in die zin. Mijn vader is heel erg bezorgd, soms overbezorgd. Dan denk ik, ik wil hem daar natuurlijk niet mee belasten met, als ik me natuurlijk zo slecht voel. En mijn moeder die was wat meer op afstand. En op een gegeven moment kreeg ik wel het inzicht van, eigenlijk is iemand die heel bezorgd over mij is, was eigenlijk de behoefte die ik had en wat ik had gemist. Dus dat had het wel kunnen brengen. Ja, Rob, ik zie jou meeknikken. Ik vroeg me af, wat had je nodig om toch je familie erbij te betrekken? Wat hielp je daarin? Het hielp voor mij heel erg om eerst... Ja, ik had het echt nodig om eerst tijd voor mezelf te nemen. Want het heeft altijd in mijn jeugd om mijn ouders gedraaid. En alles bijvoorbeeld naar school gaan, presteren. Het was allemaal voor mijn ouders en nooit voor mij. En het was heel erg belangrijk om eerst mijn eigen stukje te ontwikkelen. En mijn eigen mening te kunnen ontwikkelen. Om dan te kijken van oké, waar heb ik behoefte aan? Wat heb ik nodig? En dan op een gegeven moment ook beter mezelf te begrijpen. Zodat ik het ook aan mijn ouders kon communiceren. Ja. Misschien moeten we nog even terugkomen op de antwoorden van polvraag 2. Want ik zag toch dat er een aantal mensen dachten, is deze aanpak wel voor elke leeftijdscategorie geschikt? Wat denken jullie daarover? Ja, ik denk dat het... Ja, ik denk dat toch dat je... Ik denk zelf dat je toch ook wel per leeftijdscategorie net een verschillende aanpak soms moet hebben. Maar dit achterliggende gedachtegoed kun je denk ik breder inzetten. Ja, want ik introduceerde jou en toen zei ik, jij focust je op mensen van 15 tot 25. Is dat ook, als je 14 bent, kom je dan niet in aanmerking? Of kan dat misschien nog net wel? Jawel, zo scherp zijn die leeftijdsgrenzen niet. Het is eigenlijk vooral het punt dat waar die leeftijdsgrens nu gemaakt wordt, 18, dat het meest ongelukkige moment is. He, dat er een keer een knip is ergens, maar dan niet op het slechtste moment in iemands leven, 18 jaar. Dat is echt heel ongelukkig. En ik denk, ik ben het met Rob eens, dat de aanpak, de bredere aanpak, met directe context erbij, heb iets zeg maar multidimensioneels waarbij je ook expertise van elders kunt inzetten, dat je dat voor elke leeftijdsfase in meer of mindere mate wel kunt doen. En dat hier dan specifiek de jongeren, omdat er specifieke aandachtspunten zijn. Maar dat heb je voor de oudere zorg heb je weer andere aandachtspunten. Misschien veel meer de somatiek die er dan bij betrokken bent. Dus, maar ik denk gewoon het bredere gedachtegoed dat wel voor alle leeftijden zou kunnen. Ja. Eigenlijk klinkt dit allemaal heel logisch. En dan is misschien de volgende vraag. Waarom zijn er niet door het hele land heen overal transitiepolies? Nou, er zijn er wel meer. Gelukkig. Ja, kijk, en ik denk dat, dat veel wat ik hoor dan, hè, dat er toch mensen belemmeringen ervaren op bestuursniveau.
Hè, omdat het toch, je moet voor je 18e moeten de mensen, de bedrijfsvoerders onderhandelen met de gemeente, na het 18e met de zorgverzekeraar. En als je dat binnen één organisatie hebt, zoals bijvoorbeeld Mondriaan, waarbij de hele levensloop in één organisatie is, dan kan dat achter de schermen, daar hoef je als behandelaar of als patiënt geen last van te hebben. Maar als je een organisatie bent die alleen maar of jeugd doet, waarbij ja, niet vanzelfsprekend is ook onderhandelingen te hebben met de zorgverzekeraar, dan wordt het al lastiger. Ja. Maar ik denk in principe een organisatie die dus gewoon de hele levensloop bedient, moet het gewoon mogelijk zijn. Maar dan moet er wel op bestuursniveau moet er meegewerkt worden. Als behandelaar zelf kunnen we het niet regelen. Je moet het medewerking hebben van boven. Ja. Ja. En Rob, als je kijkt op het niveau van de psychiater, jij hebt zowel onderzoek gedaan bij volwassenen als bij kinderen. Is er een grote scheidslijn tussen zeg maar, de volwassen psychiaters en de kinderpsychiaters? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, je ziet het op heel veel plekken. Als je in je opleiding zit, je werkt in de volwassen leeftijd en je gaat daarna naar de kinder. De benadering is echt heel erg anders. Ja, je bent veel meer in de volwassen psychiatrie, toch in acute symptoombestrijding. En bij kinderen ben je veel meer, denk ik, ben je met de ontwikkeling meer bezig. En je ziet wel een groot verschil daarin. Ja. En zou er ook een manier zijn om een toenadering tussen die twee wat meer te stimuleren? Nou, dat gebeurt ook wel, denk ik. In de opleiding is het eigenlijk nu verplicht of wordt heel erg aangeraden om over de hele levensloop stages te doen. Om zo het hele verhaal te kunnen snappen. Ja. Ja. En wat denk je dat ze van elkaar kunnen leren? Want je zei net al, bij kinderpsychiatrie wordt heel erg gekeken naar de ontwikkeling en bij volwassenen heel acuut. Kunnen die twee ook misschien iets van elkaar meenemen? Ik denk dat wat volwassen psychiatrie soms kan leren, die zitten soms best wel vast, want die hebben al heel veel achter elkaar in een richtlijn behandelingen uitgevoerd en die zijn eigenlijk vooral bezig om weer, wat kunnen we nu nog proberen? Die vergeten soms het achterliggende verhaal een beetje, dus dat raakt soms een beetje kwijt. Ja. Dus soms kan het nuttig zijn om dat toch weer even op te halen. Ik denk dat dat heel nuttig kan zijn voor volwassenen en voor wat kinderpsychiaters van volwassenen kunnen leren. Of zijn die gewoon perfect al? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik weet niet, heb jij iets? Ja. Helpt, er is meer het kind loslaten. Ja. Soms, ik denk dat soms in de kind- en jeugdpsychiatrie de neiging is om dat toch wat blijven te zorgen en te ouder of te pamperen. Ze op eigen benen laten staan. Precies. En meer regie geven aan. De autonomie. Iets minder reddersfantasie. Ja. En dat, daar houden wij ook rekening mee als we inderdaad kijken van, wat is er nu zo nodig aan zorg? Hè? Bijvoorbeeld IHT of een klinische opname. Dat we dus ook die verschillende aanpakken kijken van de volwassen die gaat veel meer op de autonomie. Dan kan die persoon, daar is dat nu beter voor. Ja. En bij de jeugd dan denk je nu toch veel meer met systeemcontext, wat meer zorgen voor. Dan past dat op dat moment bij die andere persoon beter. Dus dan is het echt wel zorg op maat. Ja. Want je hebt allebei nodig. Hè? Het is allebei natuurlijk. Alleen die samenwerking is belangrijk. En ik denk dat er al heel veel vooruitgang geboekt is de afgelopen jaren. Zeker met de nieuwe opleiding ook. Maar als ik kijk naar nu en 15 jaar geleden. Het feit dat we de discussie hebben is al heel wat, denk ik. Ja. Ja. We begonnen net eigenlijk ook een beetje over het meer laagdrempelig maken van de toegang tot zorg. Speciaal voor jongeren. En in de introductie van Marieke werd even het nieuwsbericht genoemd over het verkennend gesprek. Ik ben ook nog wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Heeft zo'n verkennend gesprek, is dat juist nuttig of is dat inderdaad juist niet goed? Heb jij daar een idee over? Ik vind zeker nu de wachtlijsten zo ontzettend lang zijn, dat echt heel veel kan bieden. Want sommige mensen die staan op een wachtlijst terwijl ze wel hulp nodig hebben en hebben gewoon totaal geen overbrugging en zijn ook compleet uit het zicht. Dus bij zo'n verkennend gesprek kan je gewoon al meedenken aan de mogelijkheden van wat is voor deze persoon misschien al mogelijk. Of een advies kunnen geven van we weten dat in jouw regio zijn er hier inloophuizen en kun je daar terecht eventueel. En hopelijk overbrugt dat de wachtlijst een beetje. Ja, denken jullie dat ook? Ja, en dat is wat we bij het IES ook doen. Hè? Dus dat is dan specifiek voor deze doelgroep, 12 tot 25. En dat is ook inderdaad als doel mede om de wachtlijst te overbruggen en al luisterend oor te bieden.
Want dat is het andere ook. Jongeren hebben vaak niet eens door of ze nog wel op een wachtlijst staan. Hè? Want het systeem is dus zo, je wordt aangemeld en dan hoor je een tijd niks. En dan je hebt er helemaal geen idee. Helemaal geen grip. Krijg niet elke week een telefoontje van, nou, je bent nou nummer zoveel. Of zo. Nee. Rob? Ja, nou, ik zie soms wat jongere kinderen, soms wat ouderen. Maar wij doen best wel een uitgebreide triage. Waarbij we niet iedereen aannemen, maar wel vaak al een voorlopig advies geven. Wat soms heel erg nuttig kan zijn. Zoals we bijvoorbeeld zeggen, een school is al handig als ze een leeronderzoek gaan doen. Of dit en dit is hier is nog niet aan gedacht. Dus als je al wat vooradviezen kan geven, kan dat schelen. Want dan hoef je niet 3 maanden of langer op een wachtlijst. Om vervolgens door de hele molen gehaald te worden. Om vervolgens hetzelfde opnieuw weer te doen. Dus soms kun je al kleine adviezen al geven. En daardoor de trajecten wat verkorten. En die worden opgevolgd. Nou, nee, niet, nog niet, maar dat zou mooi zijn als dat gebeurt natuurlijk. Maar soms is, je moet ook nadenken wat wel of niet nodig is, denk ik. Ja, we hadden het natuurlijk ook over het betrekken van het sociale domein. Hè. Je had een heel mooi voorbeeld met de inflatie die invloed ook kan hebben. In het nieuwsbericht stond geloof ik ook, soms zijn er mensen die last hebben van schulden en misschien helemaal niet horen op zo'n wachtlijst voor psychiatrie of psychische hulp. Denk je dat ook zo is? Of denk je dat dat alsnog heel nuttig is dat die mensen ook bij een psycholoog of een psychiater terechtkomen? Nou ja, ik denk dat mensen met veel geldproblemen hebben sowieso al een groter risico op het ontwikkelen van psychopathologie. En komen eigenlijk vaak minder terecht in de GGZ. Dus, maar ik bedoel, als je vroeg herkent dat dat een probleem is, dan betekent niet dat je niet op de wachtlijst moet. Maar dat betekent misschien wel dat het nuttig zou zijn als een maatschappelijk werker zich al over zo'n factor kan ontfermen. Ja. Wij screenen iedereen die bij ons aangemeld wordt, doen we eerst telefonisch screenen. Dan hebben we alvast een telefonisch gesprek om te kijken of het inderdaad bij ons past. Maar als inderdaad dan andere dingen spelen, zoals schulden of geen dak boven hun hoofd, dan zeggen we, nou, je komt op de wachtlijst, maar zorg dat je wel eerst nu tegelijkertijd maatschappelijk werk hebt, zodat dat al aangepakt kan worden. Want anders dan houdt het de psychische problemen in stand als er nog steeds schulden zijn of geen huis. Precies. Dus dan kan je tegelijkertijd die trajecten parallel laten lopen. Ja. Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit gesprek. Ik heb nog een laatste vraag aan Therese voordat we gaan. Want helemaal aan het begin was er de polvraag, ken je transitiepsychiatrie of ken je het nog niet? Nou, er zeiden heel veel mensen, ik ken het, ik heb ervan gehoord, maar ik heb er nog niet mee gewerkt. Wat zou je die mensen aanraden? Of hoe zouden die mensen daar misschien wat meer over te weten kunnen komen of mee beginnen te werken? Ik denk, probeer in de eigen organisatie de draagvlak voor te creëren. En daarin ook, vooral als je in de jeugd GGZ werkt, samen met de volwassen GGZ, dat je gezamenlijk optrekt hierin binnen een organisatie en samen naar de directie of bestuurder gaat. Om dat mogelijk te maken. Maar trek in ieder geval gezamenlijk op. Ja, en ik denk dat dat ook de boodschap is van jullie eigenlijk alle drie hier. De jeugdpsychiatrie en de volwassen psychiatrie zijn complementair aan elkaar. Ze hebben elkaar nodig, ze hebben allebei goede kanten en ze kunnen veel van elkaar leren. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Therese van Amelsvoort, Rob Wiggers en Karima Lamar. Dank jullie wel. APPLAUS